De werkgelegenheidsgroei in Amsterdam is 2 keer zo groot als die van de inwonersaantallen. En dat komt omdat Amsterdam een werkgebied wordt voor een veel grotere stedelijke regio. Kennis- en innovatie-economie die vraagt om een ander soort milieu. Een veel gemengder verhaal. Dus niet alleen maar kantoorgebieden monofunctioneel zonder leven. Maar een menging van wonen en werken en goede verbondenheid met voorzieningen waar je wonen en werken kan combineren. En ook interactie, het uitwisselen van kennis, heel snel gaat. Dan heb je bijvoorbeeld de binnenstad als een belangrijk internationaal milieu. Of de Zuidas. En hier het grote boekingkantoor is daar een beetje een voorbeeld van corporate hoofdkantoren. Voor de creatieve wijk, dat is eigenlijk een voortzetting van het centrummilieu. Bijvoorbeeld in de Ringzone is een gebouw dat wij bij Lelylaan gaan neerzetten. Waarbij je echt heel duidelijk ziet van er wordt hier gewoond, er wordt daar gewerkt. Je ziet al die kleinschalige creatieve kantoren ook nog eens samenwerken. Van dit soort gebouwen zullen er meerdere gaan bouwen. Ja. Wat we ook hebben bedacht is dat we zien dat op die oude kantorengebieden, die vroeger helemaal verlaten waren, nu weer aanjagers zijn. Die een heel ander soort economie maken. Dit is een voorbeeld van Be Amsterdam op Riekepolder, waarbij je een clustering krijgt van creatives, innovators, ondernemers, mensen die het financieren. En bij Amstel 3 zie je dat bij het AMC en het Amsterdam Health and Technology Center precies zo. Amstel 3 is nu nog een kantoorgebied, maar in de toekomst is het een woon- en werkgebied. En dan wordt het veel spannender en dan heb je ruimte voor die nieuwe economie. De andere opgave is, als veel bedrijven verdwijnen, wil je natuurlijk niet alleen maar kenniswerkers in de stad hebben. We maken sociale woningen. We moeten eigenlijk ook bedrijfsruimtes bouwen in die nieuwe wijken, zodat iedereen kan profiteren van het economisch succes. We zoeken eigenlijk naar, op die voormalige bedrijfsterreinen, naar een productieve wijk, waar bedrijfsruimte, kleinschalige bedrijfsruimte, voor de vakgescholden, voor meubelmakers, voor al die ambachten van vroeger, maar ook van de nieuwe, van de 3D-printers bij wijze van spreken, ruimte kunnen vinden. En als we die ruimte maken, dan vindt de ondernemerschap in de toekomst die mogelijkheden. Dat hebben we in het verleden te weinig gedaan in Zuidoost en Nieuw-West. En nu gaan we weer terug naar deze vorm van menging. We gaan ook een heleboel bedrijfterreinen transformeren voor die woningbouwopgave. En die woningbouwopgave die vraagt zoveel bedrijfterrein, dat het een grote opgave is om bedrijven te vestigen in de stad. We hebben nog een heel klein beetje ruimte over op Osdorp en op Sloterdijk. Daar maken we reserveringen voor die bedrijven. Maar het is niet voldoende om al die bedrijven binnen de grenzen van de stad te laten vestigen. Dus we moeten samenwerken met de metropoolregio om die bedrijven op goede plekken rond de stad te laten vestigen. En Amsterdam is dus ook bezig met een soort schaalsprong over de grenzen heen. Amsterdam is veel groter dan die stadsgrenzen eigenlijk. En zoals mensen nu ook wonen buiten de stad en werken binnen de stad, gaat dat voor bedrijven ook gelden. Ze gaan een volgende schaalsprong aan.